bij een nieuwe aflevering van de stem van Songfestival.be. Vandaag gaan wij het nummer beoordelen van door vele man uitgeroepen tot de knapste man van het festival. Alvan en Ahes. Ahes? Uit Frankrijk, met het nummer Voelen. En ja, hij is dus inderdaad wel knap, maar dus dat hij de knapste man is van het festival, daar valt nog, dat laat me iets binnen, zullen we zeggen. Matthias, wat vind jij van dit nummer? Het is in het Bretons, geloof ik. Maar dus Bretons, van waar komt dat? Bretagne? Oh. Maar waar dat bij Bretagne exact in Frankrijk gepositioneerd is, ik zou het niet direct kunnen zeggen. En ja, maar het is een dialect dan, hè? Sorry, een Brits dialect. Het is een dialect zoals het Gent, denk ik, of het Limburgs. Of ik, zou weer, ik zou weer breken in het Fries. Het Fries trekt niet op Nederlands, ja, want Bretons trekt ook niet 100% op Frans. Dus daar zit meer verschil in dan het Gentse dialect vergeleken met het Antwerpse dialect. Ja, Fries is dan wel een goede vergelijking. Ja. Dat is al een groot pluspunt voor mij, twee pluspunten, dat het een keer een originele taal is die we nog nooit, denk ik. Jawel, of 1996. Dan Arbras. Diwani Bugali. Oh, dan heeft hij die zijn de woordmoed. Ja. Dat heb ik, ja, toen volgde ik het Songfestival nog niet, dus dat zegt mij niks. Maar het liedje betekent... Is dat dan wat ook wel? Ja, dat wel. Okay. De Belgische inzendingen en de winnaars van de jaren 90 ken ik ook wel. Als een lief is een kaartspel niet kent, dan ligt nu zijn ontslag op deze plaat. Als daar een gouden handdruk aan gekoppeld is, mag die al geschreven worden. Ik ga maar verder op, ja. Van. Furel, ik dacht dat het dansen betekent. En het is ook wel een aanstekelijk dansbaar nummer, dus ja, winnen, dat zou mij verrassen, maar ik zou er wel mee kunnen leven als het wint. Dat het, ja, nog een keer Frankrijk en een aanstekelijk nummer, dat wel in mijn hoofd blijft hangen, dus... Het valt wel stil. Ja, het valt wel stil. Jasper, ja, wat vind jij van dit nummer? Wel, vorig jaar dan was mijn absolute nummer 1, voilà, van de geweldige, ravissante Barbara Bravi. En dit jaar gaat Frankrijk, ik weet het eigenlijk niet. Eigenlijk zouden wij gewoon met deze video moeten knippen, omdat ik het echt niet goed weet. Ik voel me niet op mijn plaats om te beoordelen. Is dit een hymne? Is dit de soundtrack van een secte? Is dit een dance nummer? Is dit Urban Dreadworks in Frans? Ik weet het niet, Filip. Ik weet het niet. Het is misschien zoiets zoals vroeger van voor rond Stonehenge of zo, een rituele dans met rond een vuur om geesten of zo op te roepen. Nee, ik zat in de KSA. Maar ik bedoel, ja, ik denk altijd dat er nog iets moet komen aan dat nummer dat ik helemaal mee ben. Het doet me ook denken aan de inzending van Bulgarije ooit. Stojan en Elitsa, Wouter en nog iets anders, champignon. Ja, maar Wouter was wel... Dit kwam meer in de richting van Wouter. Maar dat vond ik heel goed, Wouter. Maar dit... Ik weet het, het is zo eerder van... En we pakken nog een keer onze bezemstier en we gaan nog een keer rond de heksen draaien en we gaan de brandstapel aansteken en hup en... Ja, ik weet het niet, Filip. Maar wat ik wel weet is, en nu gaat het misschien boos worden... Ik denk dat dit niet gaat scoren. Denk het niet. Ik denk dat de mensen ook net zoals mij gaan reageren en denken, allee, waarom die heidense kinderen daar moeten lopen op dat podium? En dit wordt volgens mij de 20e plaats in de finale. Ik denk dat echt. Oké. Het is inderdaad heel folkloristisch en dat is ook een bedoeling. En ik snap wel dat je zegt van, inderdaad, heksen en we lopen op het vuur en we zeggen wat. Gaat niet eigenlijk. Ik denk wel dat hier een publiek voor is. Ook in Spanje zagen we hier een publiek voor, bij Tangieras. Ja. Zit in dezelfde stijl. Dus daar is duidelijk wel een publiek voor. En ik denk ook wel dat mensen een nummer als dit kunnen appreciëren. Het enige waar dat het nummer misschien niet goed door zou kunnen scoren, zijn de zangkwaliteiten van de knapste man van het festival. Want... Misschien moet je een eerste nummer gaan vragen. Ah, wel. Ja, misschien dat is dat nu een crush van dit jaar? Misschien wordt dat wel mijn crush van dit jaar. Maar is dat dan? Ja, nee. Ik vind deze niet knapper. Nee. Dit is meer mijn stijl. Wow. Dus die mensen misschien dat weet. En ik wou nog tijdens de video's over de liedjes houden. En dan begint Philippe over het uiterlijk van
Ja, in ieder geval. Tijdens de finale van Frankrijk zongen zij best wel oké tijdens de eerste doorloop van het nummer. Maar toen zij het nummer opnieuw moesten zingen, na zij gewonnen hadden, was hij volledig buiten adem. En hij klonk ongelooflijk vals op dat moment. Dus veel zal afhangen van hoe dat hij effectief op dat podium kan staan. Is hij heel zenuwachtig en verliest hij zijn stem, dan zie ik dit nummer niet scoren. Want dan gaat dit geen punten krijgen van een vakjury, gewoon doordat het niet goed gezongen wordt. Dus de meisjes zingen wel goed, die hebben bij beide optredens in de finale hebben die goed gezongen, maar het jammere is, hij draagt heel veel van het nummer en zijn stem komt er ook wel bovenuit. En zeker in de finale, en die staan, ik weet niet of dat nog online staat, maar je moet er maar eens naar luisteren, daar klinkt hij echt heel de tijd buiten adem en het is heel moeilijk voor hem dan zuiver te blijven zingen. En dat zou hem wel eens een das kunnen doen. Dus, hoeveel punten hebben wij veel Frankrijk? Ik ga een 8 geven. Ja, ik heb echt een hulplijn nodig. Iemand dat mij nu roept, geeft die zoveel, want ik weet het niet. Maar ik zal zeggen... Een 7. Nee, dat is te veel, want ik weet al welke nummer ik wel een 7 heb gegeven, maar een 5... Ja, maar ik ben niet onthouden of zo? Nee. Ja, dan wordt het 6 op 10 voor Frankrijk. 6 op 10. Ik geef het een 9, want ik vind het... Ja, ja. Niet alleen dat hij grap is, maar ik vind het echt, oprecht, een van de betere nummers van dit jaar. Ja, kijk, in de golden ja, nee, ik vind dit oprecht een van de betere nummers van dit jaar, ja, omdat zit die folklore zit daarin, dat retoon zit daarin, en er is ook een dansfactor in. Dus het nummer kan mij op heel veel vlakken bekoren. Dus van mij krijgt dit een 9, want ik sta, denk ik, in mijn persoonlijke top 10... Op 2. Ja. Dus, dat waren onze punten. De punten van onze voltallige jury zien jullie, of onze voltallige redactie, zien jullie nu in beeld. En jullie kunnen nog stemmen tot morgen vroeg 9 uur. En wij zijn er morgen terug voor een nieuwe aflevering van de stem van Songfestival.be. Tot dan!